Martin Meiland is als de dood voor het coronavirus. Hij is dan ook blij dat hij momenteel nog in Frankrijk woont en niet in Nederland. Punt dit heeft de realities te laten weten op radio 538. Wij in Frankrijk leven heel anders met het coronavirus dan jullie in Nederland, zo maakt hij duidelijk. Bij jullie kan je gewoon naar de winkels, naar de tuincentra's, naar bouwmarkten. Weet je? Iedereen loopt maar gewoon alsof er niets aan de hand is. Hier in Frankrijk is gewoon alles dicht. Alles is gesloten. En dat geldt dus ook voor het chateau dat het nu moet stellen zonder dusje. Punt. Martin is dan ook blij dat hij nu nog in een land woont waar het wel serieus wordt genomen. Ik vind het eng zoals het nu in Nederland is. Ik las ergens dat 60% kans heeft op het coronavirus. Nou, mij niet bellen. Hij zou dan als Nederlander de bouwmarkt ook even overslaan. Ik vind het raar dat je hutje muurtje bij kassa staat of in een bouwmarkt. Ik zou zeggen, sluiten de winkels. En iedereen thuis blijven zoals in Frankrijk. Dan heb je toch de minste kans dat je het krijgt?